Jongens, welkom bij deze nieuwe video preview van je vrienden van Gamersnet.nl. We hebben hem al een paar keer besproken, hij is al een paar keer langsgekomen, nu... Ja, ik word overal naartoe gevlogen om erover te praten. Ja, dat helpt. Dat helpt wel, ja. Want we hebben natuurlijk, je hebt natuurlijk al de titel gezien, hè? Borderlands 3. Borderlands 3. Borderlands 3, jij hebt hem gespeeld, je bent naar Londen geweest, bij de Tower Bridge. Bij de Tower Bridge. Bij de Tower Bridge, een hotelletje gezeten, daar hoeveel uur? Best wel lang. Ik heb 4 uur gespeeld, waaronder de eerste 3 uur van de game. En een uurtje verder En een uurtje co-op verder in de game. Nou, je was al in de podcast en op andere plekken, de geschreven review, was je al best enthousiast. Ja. Nou, dat is niet veranderd. Wat is er aan de hand? Waarom ben je enthousiast? Nou, waarom ik enthousiast ben is omdat Borderlands iets doet wat niet enorm vernieuwend is, maar het is ongelooflijk aan het polishen op waarom Borderlands 1 en 2 zo vet waren. Snap je? Kijk, er is een tussendeel geweest, pre-sequel, toen ging ze iets heel anders doen. Dat werd ik eigenlijk door niemand goed ontvangen, want die game was namelijk al gewoon heel goed zoals het was. Ja. En dat hebben ze heel erg gepakt. Ze hebben het in een nieuwe engine gegooid, het ziet echt prachtig uit. En ze hebben gewoon de game fijner gemaakt, toegankelijker gemaakt. En al klein ding is een ping systeem, een slide systeem, 1 druk op de knop en je pakt alle loot in plaats van die knop ingedrukt moet houden. Kleine dingetjes, maar dan weer gewoon met een nieuw verhaal, veel planeten en keiharde, vette actie. Heel hard ook. Harde actie, hè? Want het is Borderlands 1 en 2 was het sowieso de stijl, grafisch, dat shell-shaded-achtige, dat is weer terug. Maar jij zegt eigenlijk, if it ain't broke, don't fix it. Precies, daar is Ze hebben het gewoon gefine-tuned wat al zo goed was. Ja. En wat... Je noemt een aantal dingen, dat loot oppakken, het sliden, het ledges kunnen pakken, een beetje, daar ga je mee met... FPS, ja, precies. Quality of life dingetjes. Quality of life dingetjes. Wat maakt het nog meer dan wat ze dan gepolished hebben? Of wat maakt deze nou zo ontzettend goed? Wat maakt dit nou echt gewoon een goede Borderlands? De schietactie. Kijk, alles valt te staan bij de schietactie. Ja, je hebt 4 verschillende characters. Die hebben alle 4 3 verschillende skill trees. Dus je kunt je heel erg gaan focussen op verschillende dingen. Mm-hmm. Ik ben aan de slag gegaan met Fleck. Hij is de Beastmaster. En ik heb dus ook met 2 verschillende beasts heb ik voor mij laten werken. Dus die ene is vooral aanvallend. Die andere, die is vooral echt meer een hond die erop afloopt. En die andere, maar heeft ook echt wapens. Die gaat zelf ook schieten. Nice. En het is vooral de actie die zo ontzettend lekker is haal. Het is gewoon het schieten zelf is ontzettend bevredigend. En zeker als je dat met vrienden doet, dan krijg je echt wel hele mooie chaotische dingen op het scherm. Je hebt natuurlijk miljoenen opties van wapens, miljoenen combinaties van wapens. Je gaat ook heel snel je favoriete wapens, niet snel vinden, maar je hebt heel snel wel de wapens die je lekker vindt, weet je wel. Die dan, waar je dan lekker mee kan knallen. En daarin zit gewoon de variatie. De variatie zit hem in de verschillende loot die je pakt, in de verschillende tegenstanders, want er zijn nu ook verschillende planeten en elke planeet heeft zijn eigen ecosysteem, dus ook zijn eigen monsters waar je tegen moet vechten. Nice. Dus het is gewoon Borderlands 2, maar dan in het kwadraat, omdat je heel veel verschillende planeten krijgt, veel meer wapens nog en alles is polished. Dus je zou kunnen stellen, de mechaniek van het schieten, dat is met dit soort games natuurlijk fucking belangrijk. Ja, omdat dat ben je 99% van de tijd aan het doen. Is gewoon, is dat oud en vertrouwd? Of hebben ze daar dan ook iets in vernieuwd waarvan je zegt, dat maakt het ook echt een nieuw deel? Of zeg je van, het is meer juist het oude vertrouwde wat het zo Nee, het is het oude vertrouwde, maar het is omdat het ook grafisch mooier is. Weet je, een headshot in iemands hoofd knalt uit elkaar, dat is natuurlijk heel erg prettig. En als je iemand met een shotgun raakt dat in 1000 stukjes vliegt, ik vind dat heel fijn. En als die impact fijn voelt, dat is inderdaad wat je 99% van de tijd doet in zo'n shooter. En als je dat dan ook nog met heel veel verschillende wapens doet, en je hebt daar ook je variatie in, en je hebt 3 verschillende skill trees per personage, het is gewoon een hele gevarieerde shooter. Dus je bent continu wel hetzelfde aan het doen, maar je hebt constant het gevoel, ik doe het op een nieuwe manier, want ik vind hier weer een wapen die ik voor het eerst zie. Ik had op een gegeven moment, er is een raketwerper die hamburgers schiet. Weet je, het is gewoon leuk. Tegenstanders schieten met hamburgers is fijn. Het neemt zichzelf niet te serieus. Het neemt zichzelf nul serieus. Het verhaal is ook enorm grappig. De karakters die erin zitten. Er is een dokter, die zat ook al in eerdere delen. Ik was op Sanctuary 3, dat is je ruimteschip, waar vandaan je naar verschillende planeten gaat. Maar dat is ook een soort van je hub. Je kunt bepaalde trophies vinden in de game en die kun je dan in je kamer zetten, weet je wel. En er is een dokter en die vind je niet als je er voor het eerst mee geïntroduceerd wordt. En die zit dan in een monster. Die op de tafel, op de medische tafel ligt en daar klimt zij dan uit, weet je wel. Het zijn allemaal van dat soort grappige... Nasty. Ja, nasty. Het is van nasty. Heel veel bloed. Heel nasty. Heel veel bloed zit er in de game. Maar dat is goed. Dat vind jij toch? Ja, dat vind ik heel fijn, ja. Dat is heel dope. Vind je bloed niet fijn in games? Ik vind bloed heel fijn Ik vind bloed ook heel fijn in games. Super dope. Oké, dus dat doet het gewoon qua gameplay heel erg goed. Daarnaast is het natuurlijk, er staan 1 en 2 ook heel erg onbekend, het co-op gedeelte, waar je dus ook een uurtje hebt gespeeld.
Doen ze daar nog iets nieuws in? Nou, je hebt vier mensen, je kan met vier mensen co-op doen. En je hebt, dat is toen een aantal dingen. Je hebt instance loot. Dat betekent dat de loot die jij krijgt, niet de loot die je partner krijgt. Je hebt echt je eigen loot in je eigen game. Er is, hoe heet het? Split screen. Split screen voor twee dat spelers. Dat is gekke shit. Ja, wij kunnen hier gewoon op onze Xbox. Ik ben gewoon op de lokaal bank. Met twee man. En kan je dat ook combineren? Hoe GoldenEye is dat? Dat is hoe GoldenEye is. Dat is echt heel fucking GoldenEye. Maar daar leent de game zich denk ik ook heel goed voor. Want het is echt in essentie, je hebt ook eindbazen geloof ik, toch? Ja, je hebt heel veel eindbazen. Dus dat lijkt me dan dope. Als je dat met z'n tweeën doet, dan wil je kunnen communiceren. En hoe goed partychats ook zijn, het blijft... Niks is vetter dan dat samen naast elkaar op de bank doen en een high five geven als je hem eenmaal hebt. Exact. Vet. En de tegenstander moenen samen. Ah, nice. Dat kan? Als jij je broek uittrekt, kun je moenen. Oh, dat kan. Ik bedoel IRL, als je splitscreent. Gewoon in real life tegen je tv aan. Ja. Eat it, bitch. Ja, precies. Mooi. Ja. Oké, okay, cool. Goeie preview. Dus... Staat dat ook in de geschreven preview? Top televisie. Weet je wat wel in de geschreven preview staat? Nou. Borderlands is de loot to shoot à val à lettre. Mocht je nou net als onze doelgroep is 12. Peter heeft één woordje geleerd. Als dit in de trailer komt van Borderlands, dan stop ik met games. Nee, please, op de box art, toen kun je eens kijken. Loot shooter Avalalet. Avalalet. We moeten even knippen. Moet je even googlen. Wat dan? Of waar houden we dit er allemaal in? Ja, maar mij niet uit. Oh, we houden het er allemaal in. We houden het er gewoon in. Anders knippen we het uit. Koop hebben we gehad. Het schieten is anders. Het kopen is dus beter. Het kan splitscreen, wat heel erg vet is. Vet is, ja. Die wapens waar je het over had, want dat is wel even een dingetje. Dat is namelijk een van de dingen die het in mijn ogen veel toegankelijker maakt. Je hebt miljoenen combinaties en wapens. Maar je hebt niet een overingewikkeld, irritant workstation waar je ze zelf moet maken, toch? Nee, je krijgt ze gewoon random. Het is een randomized systeem van wapens. En weet je, de Borderlands draait om wapenmanufacturers, wapenfabrikanten. En op die planeet zit die fabrikant, op die planeet zit die fabrikant. Dus ja, afhankelijk van de planeet waarop je bent, krijg je meer wapens van een bepaalde fabrikant. Die zich natuurlijk ook allemaal specialiseren. Sommigen zijn goed in futuristic lasers. Sommigen zijn juist weer van echte guns. En anderen zijn weer van de belachelijke apparaten. Dus ja, dat is afhankelijk van op welke planeet je zit, krijg je er meer van die. Okay. Maar in principe is het een random generated systeem van wapens. En dat was het in deel 1 en 2 al. Hè. Vergeet niet dat Borderlands 1 ooit is gepromoot als de eerste game met een gazillion wapens. Ja. Wat technisch gezien zo is, maar het is een gazillion wapencombinaties, want ze maken er natuurlijk wapens van. Ja, dat is gewoon een soort random iets. Maar omdat je het dus ook niet zelf kan customizen en omdat je die loot dus snel op kan pakken en omdat je dus dat instance loot, dat je dus niet rekening hoeft te houden met oké, wie moet welk stuk loot krijgen, heb ik het gevoel dat het een stuk toegankelijker is en een stuk minder oké, ik moet de eerste 4 uur van de game eerst eens even goed inlezen op het wapen customizen voordat ik het mis. Nee joh, je kunt helemaal lekker los. Ja, vanaf het begin en dat, ja, ik vind het verhaal ook zo leuk. Ik word echt heel blij met Borderlands 3. Dat snap ik. Ik ga dit sowieso met Tom kapot spelen. Tom, als je kijkt. Bij deze. Vanaf 30 september als de game uitkomt. Maar ik denk dat het op de Discord wel een Borderlands 3 kanaaltje gaat komen. Want het blijft wel echt een shooter die vooral bij PC-games toch al de hartjes sneller doet kloppen. Ja, meestal heb ik het gevoel ook met loot shooters, dat zit meer in de PC-hoek. Ja, maar dan Borderlands dan vooral, dat is echt zo'n PC-game. Ja, maar dat komt ook op Xbox One en PlayStation 4 hoor. Maar het is voornamelijk, dus mocht je dit kijken, Discord gaan we een kanaaltje openen. Zeker. Het is het leukste natuurlijk om dit met z'n allen te doen. Gaan we zeker doen. Want je kan met hoeveel man co-oppen? 4 personen. Is er PvP? Weet ik niet. Maar daar koop je het niet voor. Daar koop je het niet voor. Als ze het hebben, koop je het er niet voor. Je koopt het echt voor de kool. Ja. Nou, hartstikke top. Jij bent er enthousiast over. 13 september. 13 september, mijn moeders verjaardag. Ik heb je geheugensteuntje. Dat je 13 september denkt van... Peter's moeder is vandaag jaar. Wat was er nou nog meer? Borderlands. Ja. Fucking tof. 13 september, wij kijken ernaar uit. Check de geschreven preview op gamerset.nl. We hebben een Gamers & Podcast extra met een interview met een van de developers. Wat vet. We hebben een gameplay commentary. En we hebben het in de podcast nummer 72 uitgebreid over gehad. Nou, dus nou, je genoeg Borderlands 3. Voordat je hem koopt, heb je perfect. En er komt natuurlijk ook nog een review en een video als die uitkomt. Het komt allemaal als die uitkomt. Ja, Borderlands 3, 13 september. Wij kijken ernaar uit. En ja, tot de volgende. Tot de volgende! Doen we een zwaaien? Oh, dat deden we niet meer. Nee, mag niet. Kut. Mag nooit zwaaien naar de camera. Mag nooit meer zwaaien naar de camera.